Gaan we naar mijn oude klaslokaal. Oh, wat is dit gek, jongens. Goedemorgen. Vandaag neem ik jullie weer een dagje mee. Veel kijkplezier. Goedemorgen, Moos. Zo word ik altijd wakker. Met Moos op mijn kussen. Met zijn hoofd boven me. Nou, gaan we even een broodje maken. Even ontbijten. Ja, we hebben echt alleen maar zoete meuk. Nou, ik weet dat in de koelkast al helemaal niks zit. Dus, ja, ik ga filet americain halen in de winkel. Ja, met dit hoofd. Als ik toch filet ga halen, zit ik eventjes te kijken wat ik allemaal nog meer nodig heb. Want, en dat is dit. Zilver shampoo, deodorant voor Sven. Ik moet een topje maken. Een selfie stick moet ik ophalen. Die ligt nog in het klaslokaal. Ik zit eraan te denken om naar de zonnebank te gaan. Maar ik twijfel een klein beetje. Voorbruinen. Spullen naar zolder brengen. En een banden... Wat staat er nou? Bandenspanner. Maar ik zit te denken... Misschien heeft... Buffy wel een bandenspanner. En dan hoef ik niet helemaal speciaal naar de stad. En dan ga ik ook gewoon niet naar de zonnebank. Dus we gaan daar even bellen. Kijk, ik heb trouwens een nieuw hoesje. Deze heb ik ook nog van Lars gehad. Vet mooi, hè? Kijk nou. Ik denk dat ze nog ligt slapen. Ja. Nou, daar doen we wel een voice memo. Buffy, heb jij een bandenspanner voor ons? Want dan hoef ik niet helemaal naar de stad om dat te kopen. Oké, doei. Wat ik dus nu ga doen, dan ga ik eerst die selfie stick ophalen bij mijn werk. Dus in de klas, oude klas. En dan als ik filet ga halen, ga ik ook tegelijkertijd de zilver shampoo halen en deo voor Sven. En dan zou het daarna betekenen dat ik de deur niet meer uit hoef. Alleen vanavond nog naar de kermis. Zo, ik ben op het schoolplein. Even kijken, want ik hang jullie even zo. Anders dan gaat het niet lukken met het alarm. Zo, dat is gek om hier te zijn. Kijk, de biep. Gaan we naar mijn oude klaslokaal. Oh, wat is dit gek, jongens. Dit is echt gek. Oh, ik zie dat Joanne al bezig geweest is om in te richten. Want ze heeft al wat leuk. Even kijken. Licht aan. Nou, dit was mijn klas. Nu alles helemaal in de hoek. En het bord. Alleen, er zijn al wat dingetjes die Joanne heeft neergezet. Even kijken, wat neem ik nu mee? Er liggen echt nog veel spullen hier. Ik neem mijn selfie stick mee. Daar kwam ik voor. Ik neem mijn Nintendo ook mee. Nou, de jammer weer. Doei, klas. Ik ga lekker op vakantie. Dan gaan we weer eventjes het alarm erop zetten. En dan ga ik naar de dekenmarkt bij de Korenbloem. En dan filet halen, deodorant en al die dingen. Zo, ik heb alles even snel gehaald. We hebben trouwens een nieuw bak. Het is allemaal goed gegaan. Ik heb allemaal berichtjes. Nee, Buffy heeft geen bandspanner, dus die moet ik gaan halen. En ik krijg berichtjes waar mijn vlog blijft, omdat ik 2 dagen even offline ben geweest. Aniek die komt straks, maar die twijfelt of ze in beeld wil, omdat de kop er niet uitziet, zegt ze. En
En Sven die kan een motor reserveren, maar dan moet hij 100 euro overmaken. En hij twijfelt of hij dat moet doen, dus ja, weet ik veel, dat weet ik ook niet. Ik ga eten, ik heb vette honger. Ik ga dood van de honger. Nou, Aniek is er! Yeah! En ik ben even vakantiefoto's van hen aan het kijken. En nog erger, want gisteren zaten ze ook een paar keer in zo'n casa. En ze vroeg de hele tijd, lobster of vis? Ik zei, voor mij lobster is kreeft en vis is gewoon vis. Helemaal opgezocht in mijn Spaanse boekje wat vlees was. Zegt die vrouw, si, si, si. Dus ik denk, nou mooi, ik krijg vlees. Wat krijg ik voorgeschoteld? 3 keer raden. Geen idee. Kreeft. In die hele schaal. En die beest stond naar me te kijken. Gatve, nou, ik heb het niet opgegeten. Die vrouw was heel beledigd. Kijk, moet je nou kijken wat een lekkere cocktail. Kan je het zien? Nee, je kan het niet zien. Het is veel te fel licht. We zitten heerlijk in de zon. Eindelijk weer de zon in Nederland. En ik ga Aniek eventjes overhalen om mee te gaan naar de Action. Want we moeten nog zo'n bandenspanner. Kijk, bingo. Mag weer trouwens. Moeten we allebei in 2017 nieuw paspoort? Ja, ik 12 juni, jij in maart. Oh, hè? Dan doen we de terugreis nu niet meteen inzetten. Nee, maar de heenreis hebben we al plekken dan. Nou, dat is mijn instapkaart. Ik zit op stoel 16A, jij zit op 16B. We zitten naast elkaar, bij de voordeur moeten we instappen. En dat is bij het raam, want het is A, B, C, D, E, F, toch? Dat zou heel goed kunnen. Ja, maar ik wil bij het raam. Ik zit bij het raam. Nee, ik wil bij het raam. Nee, ik zit bij het raam. Pikketakketa, pikketakketa. Nee, ik wil bij het raam. Nee, ik zit bij het raam. Vorige keer mocht ik van jou ook bij het raam. Ja, maar dan zit ik in het midden. Het is goed. Nee. We dobbelen wel. Steen, papier, schaar. Je mag wel bij het raam. Echt waar? Ja, kijk, ik mag wel bagage meenemen, jij niet. Ja, nee, we mochten allebei bagage meenemen. Wat is... 10 kilo. Oh. Stresskip. We zijn ingecheckt. We zijn ons aan het klaarmaken, want we gaan naar de kermis. En Sven heeft vandaag... vakantie! Zo, en dat mag iedereen weten! Jeetje, wat heb ik een glimhoofd. Het is gewoon vet, toch? Zie ik strak uit zo? Ja. Hey, man. Bekijk! Moppie! Zal ik lippenstift opdoen of niet? Zal ik die lippenstift opdoen of niet? Ja? Moet ik dan wel mijn witte aan? Moet ik gewoon mijn zwarte aan doen? Zal ik mijn ringen in doen? Kijk dan gewoon. En zeg ja of nee. Ja. Oké. Doe je niet je leren jasje aan? Staat stoer. Ja. Waar gaan we heen, Moppie? Kermis. Gaan we dat doen? Zitten. En wat nog meer? Drinken. En wat nog meer? Op het terras. Er zitten allemaal spinnenwebben aan. Moet je eens wat vaker fietsen. En wat nog meer? Terrasje zitten. Ja. Sammy? Wat kost het? Veel. Kijken. En over meer dan een week is er pas een nieuwe vlog. Over meer dan een week. Want? We gaan op vakantie. Ja, en dat is eigenlijk helemaal niet slim misschien om te zeggen. Maar we doen het lekker toch. Doei! Dus over een weekje, doei!